volgende klus is het verplanten van deze appel. En de appel die ernaast staat, die komen tegen het rek aan te staan waar dus de roos vandaan gehaald heb. En ik ga hier lui fruit van maken. Dus ik spreid de takken tegen het scherm aan. En dan heb je lui fruit. Het duurt wel een paar jaar voordat je echt zo'n hele waaier hebt. Maar het is makkelijk snoeien, makkelijk onderhoud, staat netjes. En nou ja, dus daar gaan we nu aan beginnen. Het is nu de planttijd, want het blad is praktisch van de bomen. Er zit geen vorst in de grond, het vriest niet overdag. En tegen de tijd dat de bladeren er weer aankomen, eindigt ook weer de planttijd voor heesters en struiken. Dus ook voor appelbomen. Bij het rooien van de appels is wel de stam licht beschadigd, maar dat kan geen kwaad. Ik kan je gelijk even laten zien hoe diep die nou straks gefoken worden. Je ziet hier een kleurverschil en dit is de end. Dus het is altijd goed dat je even net iets boven de end de grens komt van hoe ver je dus diep moet planten. Dus hij komt vanaf hier tot ruim hier wordt hij geplant. Dus dit tot daar is de diepte. Dit is de grens. Hier zit de end. Hier blijf je boven. Zie je? Dit is de grens. Kijken wat het beste geschikt is voor deze twee. Voordat ik een plant ga ik er eerst zijtak afhalen, zodat hij strak tegen de schutting aangezet kan worden. Het eerste jaar zal die natuurlijk niet zoveel appels dragen. Maar dat is natuurlijk logisch, ik heb het een en ander afgesnoeid. Dus veel bloesem zal die niet geven in het voorjaar. Er is waarschijnlijk ook niet veel appels in het najaar.
maar dat komt wel weer. 2014 zit hier stikvol met appels. En niemand die erbij kan.